Hey, ik ben Mark van Motor Claim Center TV en in deze video vertel ik jullie meer over de Revit Vapor beschikbaar bij motorkledingcenter.nl. Motorkleding Center, de specialist in motorkleding. De Revit Vapor is een textiele sportieve all-weather jas. Je kan met deze jas prima het hele jaar doorrijden. Het is voorzien van een waterdicht membraan en een uitneembare thermovoering. Het membraan zit vast in deze jas, maar het unieke aan deze jas is dat ze het membraan bij de ritsen hebben vastgemaakt. En dat als je deze rits open doet, dat hier een watergrootje zit waar het water wordt opgevangen als de rits dicht zit. Maar waardoor je wel als je de rits open hebt, directe ventilatie op je lijf hebt. Meestal 9 van de 10 keer als je een vast membraan hebt, is de ventilatie alleen maar oppervlakteventilatie. Maar op deze manier is het dus ook ventilatie direct op je huid. Het zorgt ervoor dat je deze jas ook gewoon prima op de warmere dagen kan rijden. Hij is gemaakt van slijtvast Schuler materiaal, een vrij stug en stevig materiaal. Voorzien van NOX-protectie op de schouders, NOX-protectie op de ellebogen. En je kan de rug upgraden met de CE level 2 gekeurde rugprotector. Het Revit logo is hier een reflectie en je zit hier ook aan de zijkanten grote reflectiebaantjes. Hier het Engineered Skin logo van Revit. 2 ventilatieuitlaatjes. En je ziet dat hij aan de achterkant wat langer doorloopt. Omdat het een wat sportiever model is, is hij aan de voorkant wat kort en wordt hij aan de achterkant automatisch wat langer. Nou, je ziet ook dat de strepen van de reflectie de jas een wat sportiever uiterlijk geven. Hier ook weer wat reflectiemateriaal. Je P is 1,82 lang, weegt ongeveer 80 kilo en draagt hier een large. Nou, je ziet dat hij goed strak aansluit, dat is ook de bedoeling. Want als je de thermovoering eruit haalt, wil je niet dat hij gaat wapperen. Haal je nou de voering eruit, kan je deze jas op heel veel manieren stellen. En omdat het een sportieve jas is, is het ook belangrijk dat je bij hogere snelheid niet een wapperende jas hebt. Je hebt hier aan de onderkant een stelband. En het mooie van deze jas, wat we nog niet eerder hebben gezien, is dat je de band waarmee je hem kan stellen helemaal kan schuiven. Dus wil je hem wat strakker op de bovenarm, wil je hem onderaan wat strakker, kan je dat helemaal verstellen. Aan de bovenkant heb je dan een hele grote ventilatieopening die ook weer de ventilatie naar binnen laat. Dan heb je aan de zijkant, aan de binnenkant, ook weer zo'nzelfde systeem. Dit systeem kan je helemaal naar boven doen. Dus wil je hem aan de bovenkant wat strakker, trek je hem hier wat strakker. Wil je hem aan de onderkant of diagonaal hebben, kan je hem ook zo strakker trekken. Aan de onderkant heb je een lusje waarmee je de jas zelf ook nog strak langs de broek kan trekken. En we hebben deze broek gecombineerd met de bijpassende Revit Vapor broek. Die kan je aan de achterkant ook of rondom helemaal vastritsen, waardoor die gewoon netjes bij elkaar blijft. Aan de binnenkant zie je dan ook dat hij een verstelbare strap heeft, waarmee je de neksluiting iedere keer weer kan aanpassen. En dat de jas is voorzien van een waterslot. Het water wat hier naar binnen komt, wordt door dit gootje tegengehouden en loopt aan de voorkant gelijk weer naar beneden. Dan zie je aan de binnenkant een vrij dikke thermische voering, vrij warm. Dus wordt het motorseizoen of wordt het wat warmer, dan haal je die er lekker uit. Hou je de waterdichte buitenjas over. Zet je de ventilatie open, dan heb je ook gewoon nog voldoende ventilatie. Zakjes aan de binnenkant, ook als je de voering eruit hebt, zakjes aan de binnenkant. En je kan de nek ook nog vastmaken, zodat hij niet gaat wapperen als je open wil rijden. Wil je meer informatie over de Revit Vapor of wil je deze jas bestellen? Klik dan op de balk in beeld. Bedankt voor het kijken en tot de volgende review.